Goeiedag en welkom bij Het Debat. Een debat over de lijn. Wat is er toch aan de hand met onze bussen en de trams? De tevredenheidscijfers van de reizigers zitten op een historisch dieptepunt. De stiptijd is slechter dan ooit. Er is een recordaantal afgeschafte buslijnen. Er is sociale onrust. Deze week was er een staking. Er is een tekort aan chauffeurs. Er zijn managers die vertrekken. Noem maar op. Het personeel is malcontent, de reiziger is malcontent en ook de politiek is malcontent. Een debat erover met meerderheid en oppositie. Bij ons aan tafel de twee meest toonaangevende stemmen in het debat over de lijn de voorbije weken. Marino Keulen van Open VLD. Goeiedag. En Jos Daze van PvdA. Goeiedag. Met de bus gekomen, heren? Of? Met de wagen. Met de metro. Vanuit Limburg naar Anderlecht is eigenlijk een onbegonnen opgave. Dat is Lanaken, hè? Dat is een hele... Ja, dat is dan helemaal perifeer. Maar nochtans, als wij daar 1 miljard 100 miljoen ieder jaar in de lijn investeren, zou dat ook moeten tot de mogelijkheden behoren. Want dan had ik ondertussen mij kunnen voorbereiden. En nu zat ik mij te ergeren, want ik heb letterlijk op de limiet moeten rijden. De volle 2 uur eigenlijk volgemaakt met aanschuiven in de file. Meteen al voer voor debat. U met de metro overigens, de syndicaten verwijzen in discussies over de lijn altijd naar de tech en de Brusselse vervoersmaatschappij, dat het daar beter gaat. Hè? De MIVB bijvoorbeeld, ja. De staking in Vlaams-Brabant is begonnen omwille van een personeelstekort. Men zegt altijd dat dat is door een krapte op de arbeidsmarkt. Maar rond Brussel, in de Brusselse rand, vindt men geen personeel. En in Brussel heeft men 34.000 vacatures en verft men jaarlijks 700 man aan. Ja. Dus daar zit wel iets mis bij de lijn zelf, denk ik. En dat is mede de partij van meneer Keulen die daar natuurlijk voor verantwoordelijk is. Daar gaan we het meteen over hebben. Heer, ik begin met een streepje poëzie. Stijn de Pape, u kent hem wel, de huisdichter van de krant De Morgen. Die schreef, het kan het gesprek alleen maar wat verluchten. Het vergaat, de lijn bepaalt niet naar behoren. Te log, te traag, te kwistig en te duur. Er zijn te veel bestuurders in kantoren en niet genoeg bestuurders aan het stuur. Ik gunde mezelf even deze vrijheid om maar te zeggen, dit vat het een beetje, dat imago van de lijn, te duur, te log, te traag, te laat. Eén globale vraag om jullie standpunt hier meteen in te schatten. Wat is er aan de hand met de lijn? Ik denk dat het heel duidelijk is wat er aan de hand is. Normaal gezien zou de lijn, als hij op hetzelfde niveau gefinancierd zou zijn als in 2009, toen de besparingen gestart zijn, zou ze vandaag 1 miljard 76 miljoen euro moeten krijgen om haar werking te kunnen financieren. Ze heeft vandaag 867 miljoen euro om dat te financieren. 20% minder dan wanneer gewoon dezelfde financiering aangehouden was als in 2009, omdat er inflatie is, vergrijzingskosten en een aantal andere zaken. Men heeft dus 20% minder om, zoals de regeringspartijen altijd zeggen, altijd maar meer en meer en meer te doen met minder. En dat wreekt zich overal. Dat wreekt zich bij de personeelstekorten, dat wreekt zich bij een tekort aan wisselstukken, dat wreekt zich bij bussen die uitvallen, dat wreekt zich bij interimers die moeten worden aangenomen om planningen te maken. En dus loopt die hele vervoersmaatschappij steeds meer in de soep. En hij heeft één heel duidelijk aanwijzbare oorzaak en dat is een gewoon tekort aan middelen. Tekort aan middelen, ik hoorde uw partij in het parlementaire debat nog zeggen, met een zak geld los je niet alle problemen op, maar het gaat wel over een groot bedrag. Hè? Het gaat in totaal, ze krijgen nu van ons 1 miljard 100 miljoen euro, dat is zowel exploitatie als ook investeringstoelagen. Ik heb nog de tijd geweten, ik zit nu 25 jaar in het parlement, midden jaren 90 kregen zij 300 miljoen euro. De problemen wat zij vandaag hebben, is het beeld wat u zelf schetst, eigenlijk naar de analogie van de dichter, het ministerie van Sovjetzaken. Heel veel directeurs, heel veel afdelingshoofden, heel veel mensen die titels hebben, maar niemand is verantwoordelijk. En eigenlijk de chauffeur die uiteindelijk moet de dienstverlening organiseren, die voelt zich inderdaad verweest. De problemen die er zijn, hebben te maken met management, hebben te maken met organisatie. Want nergens lees je, nergens hoor je dat er te weinig geld is om chauffeurs aan te trekken. Dat hoor je niet. Er is ook niet te weinig geld voor wisselstukken, dat hoor je niet. Men krijgt het vooral niet georganiseerd. Twee, als je dan even kijkt, de lijn, de helft van de dienstverlening gebeurt door onderaannemers, privébedrijven, pachters. Daar is er een veel lager ziekteverzuim, daar zijn er geen stakingsdagen en die vinden wel nog chauffeurs. Maar dat zijn de Keolissen van deze wereld en die denken op de eerste plaats aan hun klant en dat is de reiziger. Want u verwijst nu naar, ik wil de vraag even voorleggen, naar het management, de aanpak. Ik heb nu heel veel gelezen de voorbije week en gehoord over de lijn. Maar als dat een ketting is... Waar zit de schakel? Waar zit de fout? Wie maakt de fout? De chauffeur, de technische dienst, het management, het middenkader? Waar zit het probleem? Er zijn uiteraard problemen bij het management, dat is heel duidelijk. Van het topmanagement, middenmanagement, er zijn grote problemen. Er zitten mensen op hun plaats die daar niet op hun plaats zitten. De grote vraag is natuurlijk... Wat doen die dan verkeerd? Hoe komt het dat op een bepaald moment dan
in heel die ketting een bus te laat of niet rijdt. Maar dat heeft te maken met een gebrek aan competenties en planningen die kunnen uitvoeren. De vraag is dan alleen waarom dat de partij van meneer Keulen, die in de Vlaamse regering zit en die ook in de raad van bestuur van de lijn zit, daar niks aan doet, maar daar alleen in het parlement over tussenkomt. Dat is één. Maar twee is, zelfs de beste manager ter wereld, die kan die problemen bij de lijn niet oplossen zonder extra middelen. Die kan die problemen niet oplossen zonder extra middelen. Dat gaat niet over een zak geld. Hè. Dat gaat over het feit dat de lijn een vijfde van haar werkingsmiddelen verloren is. En daarmee hetzelfde of meer moet doen. En dus als je dat niet aanpakt, dan raak je niet vooruit. Weet u, ik heb de tijden meegemaakt van Steve Stevaert. En u gaat die ook nog u herinneren, meneer de moderator. En toen groeiden de bomen tot eigenlijk in de hemel. Toen kwam er ieder jaar tientallen miljoenen euro's bij, maar men kreeg ook geen reizigers. Eigenlijk is het altijd in Vlaanderen maar zo, 4% van de reizigers nemen de lijn, nemen de bus als hoofdvervoersinstrument. Op een of andere manier is dat niet aantrekkelijk, is dat onbetrouwbaar, is dat eigenlijk ook relatief duur. Vandaag is het een pure loterij. Neem nu gewoon het woon-werk en het woon-schoolverkeer, wat toch eigenlijk core business moet zijn. Schoolkinderen staan gewoon vandaag aan de halt en het is de loterij. Komt men of komt men niet? Dan zegt men, we hebben te weinig chauffeurs, dan komt daar een standaardbrief en dat herhaalt zich dag na dag. Dit is een bedrijf wat jaren op zichzelf heeft bestaan, gelijk een ministerie, bezig was met de sociale vrede, met goede maatjes te zijn met de vakbonden en de reiziger, dat was secundair. Nu komen die in een situatie, we zitten nu in de 21ste eeuw, want wij betalen met z'n allen de abonnementen en de prijs wat mensen, de reizigers betalen. En daar zegt nu de belastingbetaler, wat bied jij nu voor dat 100 miljard? Vooral heel veel problemen. De reiziger die zegt, wat bied je mij? Je laat mij in de steek. We hebben in 2015, ik en Bart Sommers, als eerste de steen in de kikkerpoel gegooid en gevraagd eigenlijk, betrekt ook de steden en gemeenten meer bij de organisatie van dat openbaar vervoer. En men heeft dan een rondvraag gedaan bij de burgemeesters, maar alle burgemeesters, of ze nu rood of groen waren, oranje of blauw of N-VA waren, allemaal waren ze ontevreden over die samenwerking. De lijn heeft nooit leren rekening houden met de buitenwereld. Men was gewoon helemaal op zichzelf gefocust en dan maak ik een uitzondering voor die pachters, want die slagen er wel nog altijd in om de boel operationeel te houden, om geen stakingen te hebben, weinig ziekteverzuim te hebben en toch nog altijd personeel te vinden. Dat is een hele confronterend beeld dat u daar schetst. Absoluut. van die de lijn. Als ik even samenvat, bij u gaat het dan over die bedrijfscultuur, de organisatie. Bij jou hoor ik, het is een kwestie van middelen. Maar treedt u meneer ook bij in die analyse, dat Sovjet-ministerie van weleer? Maar ik zeg het, er lopen dingen intern mis bij de lijn, dat kan iedereen u vertellen. Maar wat meneer Keulen zegt, klopt niet. Het klopt gewoon niet. De reizigersaantallen die zijn gestegen tot 10 jaar geleden. Het moment dat de besparingen gestart zijn, meneer Keulen. U kan de grafieken erbij nemen. En u gaat meteen beginnen over de afschaffing van abonnementen voor de 60-plussers, dat die meegeteld worden. Dat is pas veel later. En dus je ziet die reizigersaantallen toenemen. Ik weet dat die cijfers niet perfect zijn, maar dat is het enige dat we hebben. En we zien ze afnemen vanaf het moment dat die besparingen gestart zijn. Nu, als ik even mag, wanneer het klopt, 4% neemt de bus als vast vervoersmiddel in dagelijks en ook woon-werkverkeer. Ik vind dat weinig. Ik vind dat ongelooflijk weinig. Maar meneer Keulen, wacht, want u hebt er juist heel lang gesproken en ik ga toch ook iets zeggen. Ik vind dat ongelooflijk weinig. En dus wat moet je doen om meer mensen op die bus te krijgen? Dat is investeren in een sterke openbare dienst die ook Lanaken bedient, meneer Keulen. En de lijn met de beste manager ter wereld kan Lanaken niet bedienen wanneer ze daar de centen niet voor krijgt. Je kunt geen bus laten rijden zonder geen centen. Je kunt een chauffeur niet aannemen zonder centen. Om die 4% op te trekken. Een heel laatste dingetje, want meneer Keulen zegt heel de reiziger vraagt aan de lijn dat. Maar de reiziger is in de eerste plaats kwaad, en laat dat heel duidelijk zijn, op die Vlaamse regering. Op die Vlaamse regering die lijn op een hongerdieet heeft gezet al 10 jaar lang en die heeft gezorgd dat die dienstverlening in elkaar gestuikt is. Dat is waar dat de reiziger kwaad voor is. En daar zou meneer Keulen een beetje twee dingen. In eigen boezem mogen steken. Reizigersaantallen, dat is de grote leugen of de kleine waarheid. Maar want op vandaag kan niemand zeggen hoeveel reizigers er zijn, want er moest een systeem komen, Retibo, 150 miljoen euro gekost. Ook in digitale real-time eigenlijk reizigersinformatie beschikbaar stellen. Niemand kan vandaag zeggen hoeveel reizigers er zijn en in het verleden werd daar gegokt. Maar dat was een soort van vork die eigenlijk dan nogal vrijblijvend werd ingevuld. Niemand durft die cijfers vandaag nog hanteren. Twee, nergens in West-Europa legt een regio zoveel bij voor de financiering voor haar openbaar vervoer als hier in Vlaanderen, de kostendekkingsgraad, wat de lijn zelf verdient. 15% of 20%, 21% vandaag. Dat betekent dat 79% komt van de belastingbetaler in Vlaanderen. Het is dus de gemeenschap die de lijn financiert. Als u zegt, wij doen te weinig, wij doen het meeste van heel West-Europa wat betreft bijdragen financieel om uiteindelijk de lijn operationeel te houden. Dat zijn cijfers. Dat zijn percentjes. Ja, percentjes, maar percentjes zijn ook centjes. De kostendekkingsgraad in de
inderdaad, een ticket van 1 euro kost nog eens 4 euro aan de samenleving. Maar het ticket kost geen 1 euro niet meer. Het ticket kost 3 euro vandaag ondertussen. Ja, maar dat is wel de realiteit. Het sms-ticketje is ook al 2,5 euro bijna. Ja. Dat is, maar geen kost, euro dan, niet meer. Kost dan een pak meer, bijna 10 euro in totaal. Uiteraard, maar dat zijn een aantal zaken. En dat is een belangrijk politiek debat. Wat zijn een aantal zaken die wij als samenleving vinden dat we moeten garanderen? Bijvoorbeeld, als wij gaan stemmen op 26 mei, dan staat er geen bakje in het begin van een stemhokje waar je 1 euro in moet steken om te kunnen gaan stemmen. Waarom? Omdat dat een recht is. Omdat dat iets is dat we als overheid, als samenleving voorzien. Wel, openbaar vervoer, het recht om u te verplaatsen op een duurzame manier, ik denk dat we daar als overheid terecht veel geld in steken. U bedoelt dan, moeten we naar gratis openbaar vervoer? Maar dat is een optie. Dat is een optie. Ik zeg niet dat dat nu is waar we naartoe moeten. We moeten nu in de eerste plaats naar dat de lijn een degelijke dienstverlening kan aanbieden, ook in de gebieden waar dat ze vandaag bijna niet rijdt. Maar als u het over gratis bus wil hebben en tram wil hebben, in Duinkerke heeft men dat nu geprobeerd. Men is daar nu 1,5 jaar mee bezig. En die resultaten zijn schitterend. Dus men heeft 2 dingen gedaan, meneer Keulen. Men heeft ten eerste geïnvesteerd in de dienstverlening. Dat is iets dat we hier al 10 jaar niet meer hebben gedaan. Hè? Geïnvesteerd in de dienstverlening. Extra lijnen, extra chauffeurs en betere voertuigen. En ten tweede heeft men gezegd, we gaan de ticketprijs afschaffen. We gaan de ticketprijs afschaffen en we gaan de werkgevers een bijdrage, een vervoersbijdrage vragen, omdat ze anders toch de abonnementen van hun werknemers terugbetalen. Oké, okay, dat brengt ons... Het resultaat, 60% meer reizigers per week in de week. 60%, waarvan de helft zijn auto laat staan, meneer Keulen. En bijna 100% meer, bijna een verdubbeling in het weekend. Dat brengt ons weer een bij... helemaal andere visie, ja, op openbaar vervoer. Brengt ons besparen, bij, besparen, besparen. Maar dat zijn slogans. Dat brengt ons weer bij... Dat zijn geen slogans, dit is de realiteit, meneer Keulen. Dat zijn cijfers. Gratis werkt. Ja, gratis. Dat betekent vooral hoge belastingen, want dat betekent natuurlijk dat wij dat met z'n allen financieren. Dit is ook niet wat de reiziger vandaag eigenlijk verlangt. Nee, in Nederland is eigenlijk inderdaad het abonnement voor de bus en de tram iets duurder dan in Vlaanderen. Maar dat zijn propere bussen, dat zijn moderne trams. Je krijgt daar een real-time digitale reizigersinformatie aangereikt. Je kunt daar zelfs op de trein een kop koffie krijgen. Mensen willen vandaag een betrouwbaar openbaar vervoer. Dat mag zelfs iets kosten, maar als ze er maar kunnen op rekenen en ook dat het een beetje comfortabel is. Vandaag is eigenlijk de prijs die we betalen niet het probleem, want nog eens, als gemeenschap 1 miljard 100 miljoen wat we ieder jaar op tafel leggen, dat is een gigantisch bedrag. U doet zo bijna alsof wij inderdaad in Noord-Korea zitten. Dus wat dat betreft denk maar ik dat de mensen... Het is een gelukt. Noord-Korea moet erin. Ik weet ook niet waarom. Zeker fetisch van een aantal politici van rechts. Ik heb echt geen idee wat dat ermee te maken heeft. Voilà. Mensen willen vandaag kwaliteit, willen vandaag regelmaat en willen vooral betrouwbaarheid en ook eigenlijk moderne technologie. Vandaag kun je eigenlijk op heel veel van die plaatsen niet werken met uw iPhone of dergelijke meer, omdat er geen wifi-verbindingen zijn. Het zijn eigenlijk dingen van de vorige eeuw. We zitten ondertussen al een flinke eind in de 21ste eeuw. U hebt groot gelijk. We zitten in de 21ste eeuw en we hebben recht op een state-of-the-art openbaar vervoer. We hebben recht op openbaar vervoer naar de haven van Antwerpen, waar dat 60.000 mensen werken. Maar u vergeet één ding, meneer Keulen, en dat is dat u daar verantwoordelijk voor bent. U zit ondertussen... Hoe lang zit u in de Vlaamse regering? Hoe lang zit u hier in het parlement? Hoeveel ministers hebben jullie hier geleverd van begroting, van transport enzovoort? U bent verantwoordelijk voor de wanbeleid bij de lijn vandaag. U bent verantwoordelijk voor het feit dat de lijn vandaag compleet vierkant rijdt. En ik heb daar nog geen woord... Nog geen enkel woord, meneer Keulen. Dan ga ik daar... Nog geen enkel woord zelfreflectie over gehoord. Men wijst naar de vakbonden, men wijst naar de chauffeurs, men wijst naar de managers, maar men wijst niet naar de politieke verantwoordelijkheid. Wel, als wij het niet meer mogen hebben over politieke verantwoordelijkheid, dan kunnen we stoppen met dat parlement, onze schip afkuisen en iets anders gaan doen. Ja, heel graag. Het is de eerste keer sinds eigenlijk vervoer werd geregionaliseerd dat een open VLD'er, Lydia Peters, nu de portefeuille heeft van mobiliteit en openbare werken. We krijgen daar nu ook de ruimte voor. Hier zitten ook mensen rond de tafel. Jarenlang was het eigenlijk taboe om over de lijn kritisch te zijn, want dan werd je meteen eigenlijk in de hoek gezet van mensen die eigenlijk vinden dat er geen openbaar vervoer moest zijn. Ik vind dat een moderne regio gelijk Vlaanderen absoluut een performant vraaggestuurd openbaar vervoer moet hebben. En het kan voor deze prijs wat we nu betalen stukken beter opnieuw. We leggen 80% bij vanuit eigenlijk de gemeenschap en uiteindelijk is iedereen ontevreden. Je moet het presteren als instelling. De burgemeesters en de gemeente zijn kwaad op u, de reizigers zijn kwaad op u en uw aandeelhouder, de overheid, is ook kwaad. En het personeel staakt, mort en is ook kwaad. Dus dan moet je op een zeker moment, dit is ook een verzelfstandigd agentschap, een
autonome overheidsinstelling met een eigen raad van bestuur. Je moet dan ook de verantwoordelijkheid, die hoort bij vrijheid, die hoort bij de vrijheid, in de raad van bestuur. En we zullen die verantwoordelijkheid ook nemen. U doet het niet. We hebben nu de minister en we zullen daar ook, je mag me daarop aanspreken en afrekenen, en Lydia Peters ook, we zullen daar onze verantwoordelijkheid niet ontlopen. Nooit is het debat zo duidelijk gesteld. Ik had collega's die 5 jaar geleden, als je nog maar durfde iets te zeggen, dat meteen begonnen eigenlijk dicht te timmeren met de zeggen, het valt allemaal mee en je moet vooral mensen niet op de kast jagen. Nee, nu moet je zien welke waar krijgen wij voor ons geld en dat is vandaag te min. Als ik daar even mag op inpikken, want meneer snijdt de politieke verantwoordelijkheid aan. Jullie leveren nu voor het eerst een liberale minister van mobiliteit. Wat je wel kan zeggen is dat het nog nooit zo slecht gegaan is met de lijn, of althans met wat we nu weten. En dat is na 5 jaar een N-VA-kabinet. Of het nu de schuld is van de individuele chauffeur, de technicus of het management, uiteindelijk is het wel de verantwoordelijkheid van de politiek om het aan te sturen. Ja, die vorige minister heeft althans bepaalde problemen niet opgelost. Hè? Laten we zeggen dat eigenlijk de lijn lange tijd eigenlijk buiten het gezichtsveld, buiten eigenlijk het schootsveld is gebleven. Ik denk dat vandaag eigenlijk de dingen wat we nu aankaarten zijn problemen die al van ouds bestaan. Iedereen wist bijvoorbeeld dat de pachters veel performanter zijn. Als er gestaakt werd bij de lijn, had je bij de lijn zelf, de 8000 personeelsleden, een 80% stakingsbereidheid. Bij de pachters was dat 10-15%. Je merkte ook dat de pachters, die hebben de minder rendabele verbindingen, maar die slagen erin om die eigenlijk naar behoren te bedienen. Ah ja, maar over die... Ik denk dat het over de lijn ging en dan ging het over de pseudo-reizigersaantallen die dan ook weer niet bleken te kloppen. De lijn, vorige legislatuur, zijn daar bakens verzet, zijn een aantal taboes plotseling bespreekbaar geworden. Dus toch wel, in de voorbije jaren, er is gewerkt aan. Dat is zeker en vast. En wat nu bovenkomt, is natuurlijk een proces wat ook de vorige jaren, want ik volgde dat toen ook op. Ik denk dat Ben Wijs daar absoluut belangrijke aanzetten heeft gegeven. En nu heb je eigenlijk ook de kans, want iedereen zegt, het moet nu veranderen. En dat geeft ook aan het beleid, ook op de eerste plaats aan de Raad van Bestuur, want het is een verzelfstandig agentschap, om ook de verantwoordelijkheid te nemen en vooral te handelen vanuit het perspectief van de reiziger. Want naast het politieke proces gaat het wel eens hebben over het de eerste plaats en in hoofdzaak niet altijd onderbreken. U doet dat permanent. Het gaat over de reiziger. Ja, als ik te veel onzin hoor, dan moet ik onderbreken. En als we het hebben over het perspectief van de reiziger. Ik heb dat nu in het parlement gehoord, ik heb dat van de minister gehoord en ik hoor het nu opnieuw van u. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Het resultaat van die belangrijke stappen is dat de reizigersaantallen afnemen, de kilometers die worden afgelegd door de lijn afnemen, de klachten toenemen en het aantal afgeschafte ritten geëxplodeerd is tot vorig jaar 200.000, dit jaar tussen januari en augustus 150.000. Ja. Ik vraag mij in godsnaam af waar dat men het over heeft. Meneer Maartens, collega van de N-VA, die had het over het binnenleiden van de lijn in de 21ste eeuw, over de modernisering. Als dat een modernisering is, dan pas ik daarvoor. Want iedere stap die deze regering zet richting de privatisering, waar meneer Keulen uiteindelijk naartoe wil, iedere stap die gezet wordt richting die privatisering, is een achteruitgang voor de reiziger. Even we zien net hetzelfde bij de NMBS trouwens. Iedere stap bij de NMBS om te privatiseren, net naar een achteruitgang voor de reiziger. Want het sluit aan bij uw vorige vraag. 2020 wordt een kanteljaar. Ja, de Europa, benchmark en een juist, stukje. Voilà, daar kom je tot het kernpunt. Europa eist nu vanuit eigenlijk de dienstenrichtlijn, dat als je vandaag diensten organiseert, dat alle mogelijke spelers op de markt in het belang van de belastingbetaler een faire kans moeten krijgen. Dat betekent, de lijn kan ook in de toekomst verder het openbaar vervoer verzekeren. Maar natuurlijk, de voordelen wat je aan de lijn geeft, zou je dan ook moeten aan een privé bieden om tenminste fair in competitie met elkaar te kunnen treden, om op die manier eigenlijk de dienstverlening performant te maken, vraaggestuurd te maken. Dus het zal nu aan de lijn ook zijn, ook onder Europese druk, om te bewijzen dat zij in staat zijn om vraaggestuurd te werken, eigenlijk klantgericht te werken, te zorgen ook dat ze hun organisatie op poten krijgen. Opnieuw, de pachters vinden wel chauffeurs, de lijn heeft het daar allemaal veel moeilijker mee. Is een hypergesyndiceerde boat. Ook daar, de syndicaten zijn vandaag de sterkste bondgenoten voor diegenen die pleiten voor privatisering. Ik droom eigenlijk van een Nederlands model, waar de overheid het beleid en het toezicht in handen heeft en waar de privé dat organiseert, waar ook sociale correcties zijn in abonnementen. Ik begrijp dat je daarmee absoluut de stok in het hoenderhok gooit. Dus hier in Vlaanderen zal dat gemengd zijn. Er is absoluut meer nood aan openbaar vervoer. Dus laat iedereen, laat 1000 bloemen bloeien. Mao, en dus zorg dat zowel de privé als ook de collectieve sector daar kansen krijgt. Maar ik vind het Nederlandse model een heel geslaagd verhaal waarbij de reiziger centraal staat en waar de mensen zelfs iets meer betalen en iedereen tevreden is. In Nederland is er over veel debat, maar nooit over het openbaar vervoer.
graver voor. Ik wil even over naar die privatisering gaan. In de ons omringende landen is dat het geval. Er zijn modellen waar het minder schijnt te werken. Groot-Brittannië, verschillende duur. Zelfs. Ja, dat is onveilig zelfs. Ja, ik heb daar zelf eens het openbaar vervoer proberen gebruiken. Dat is een rode kaart. Ja. Maar in Nederland, je hoort wat meneer aanbrengt ook, provinciaal georganiseerd, de overheid zet de kwaliteitsnormen en de lijnen uit. Dat is zelfs niet geheel een privatisering dan, men opereert binnen een kader. Mm-hmm. Wat is daar mis mee, als het er goed werkt? We hebben het daar al verschillende keren over gehad en meneer Keulen komt altijd maar niet terug op de argumenten, dus ik ga ze nog eens herhalen. De privatisering van het openbaar vervoer, of dat dan nu in Groot-Brittannië is, in Nederland of in Denemarken, zoals meneer Keulen ook al heeft aangehaald, heeft altijd drie gevolgen. Ten eerste, de explosie van de prijs. Is dat zo? Dan gaan we straks over hebben. Ik geef een concreet voorbeeld. In Vlaanderen betalen we €319 voor een omnipas. Dat wil zeggen dat je de lijn kan gebruiken over volledig Vlaanderen. €319 per jaar. In Nederlands Limburg, dat is één provincie, daar betaal je bijna €300 per maand. Mm. Per maand. Je hebt een jaarabonnement voor het volledige Nederlandse net, is €3000. Dat is niet een klein beetje meer als hier, meneer Keulen. Dat is €3000, dat is één. Twee, men schrapt in de dienstverlening. Het is gemakkelijk als privé om de grote lijnen en de kernnetten uit te baten. Winstgevend en met een goede kwaliteit. Dat is niet zo moeilijk. De moeilijkheid is om ook in de late uren, ook in de weekenden en ook in de landelijke gebieden voor aanbod te zorgen. En wat zien we in Nederland, meneer Keulen? Dat men in die diensten geschrapt heeft, en u noemde anekdotiek, maar dat is de realiteit op het terrein, dat in Nederland in de landelijke gebieden vandaag vrijwilligersorganisaties van gepensioneerde chauffeurs, vrijwillige gepensioneerde chauffeurs, aanbod moeten voorzien daar waar de privé het niet wil doen. Dat is de realiteit van de privatisering. Ja. En het derde is dat men altijd ziet dat voor het personeel de werkomstandigheden en de loon- en arbeidsvoorwaarden achteruit gaan. Dat zien we altijd. Okay. En dus die drie zien we in Nederland, die drie zien we in Groot-Brittannië en die drie zien we in Denemarken. Puntje per puntje. Eerst, want jullie vergeleken ook een privatisering. Kijk naar het traject van VRT, dat deels een autonoom orgaan is geworden. Van BRT naar VRT, van RTT naar Proximus, van de lijn naar een nieuwe de lijn, maar het dure ticket. Dat zal inderdaad zijn dat in Nederland inderdaad de ticketten iets duurder zijn. Daar zijn ook sociale correcties op. Hier betaalt de belastingbetaler dat, hè, want men doet altijd zo alsof dat hier dan van ergens komt. Hier betalen wij met z'n allen via de belastingen de abonnementen van iedereen. En dus vandaag blijkt dat ook vooral niet te werken om mensen aan te trekken, want ondanks het feit dat wij het goedkoopste zijn van alle buurlanden wat betreft eigenlijk de abonnementsprijs voor de lijn, hebben maar 4% van onze regiogenoten eigenlijk zetten die de stap om de lijn, om de bus, de tram te nemen als hoofdvervoersinstrument. Omdat de bus Twee, komt, wat de sociale omstandigheden betreft, je zou eens moeten bij de Arriva's van deze wereld op bezoek gaan, dan zitten we bijvoorbeeld in Nederlands Limburg of in andere Nederlandse provincies, die vinden nog heel makkelijk chauffeurs, die vinden wel nog personeel. Wat betreft de wantoestanden van vrijwilligers die verbindingen organiseren, als u en ik zouden willen een verbinding organiseren vanuit de studio hier in Anderlecht naar Brussel, dan mag dat niet, want de lijn heeft het monopolie. Als mensen dat op vrijwillige basis willen doen, heb ik daar geen moeite mee. Vandaag is het wel zo dat in landelijk Vlaanderen, en ik behoor met mijn gemeente Lanaken daartoe, dat buiten het woonschool- en het woonwerkverkeer er gewoon geen busverbindingen meer zijn. Al jarenlang, ondanks het feit dat we dat €100 miljoen op tafel leggen, lage abonnementen betekent ook hogere gemeenschapsbijdrage. Ik wil daarvoor solidair zijn, want in het kader van betere doorstroming, het halen van klimaatdoelstellingen, het halen ook van meer verkeersveiligheid, gaan we een heel deel mensen ook moeten uit de auto krijgen richting openbaar vervoer. Dat mag mij iets kosten, maar daar zegt ook de Nederlander van, het is in Nederland geen issue. Ze maken vandaag over stikstof een heel groot probleem in Nederland, zelfs over Zwarte Piet en de kleur van Zwarte Piet, maar over het openbaar vervoer, of het nu de trein is, de bus of de tram, is iedereen, ook de heel kritische Nederlander, zeer tevreden. Ja. Dat over die punten, nog één korte reactie. Dan ja, heel concreet, omdat meneer Keulen komt terecht vaak terug op het feit dat de landelijke gebieden ook in Vlaanderen slecht bediend zijn. Maar de realiteit is wel dat de lijnen daar afgeschaft zijn de afgelopen jaar, omdat de lijn de middelen niet meer heeft om ze te voorzien. Dat de lijnen eerst zijn omgezet geweest in belbussen om te besparen, meneer Keulen, en dat daarna de belbussen zijn afgeschaft. Dat is de realiteit. En dus het feit dat de landelijke gebieden niet betaald worden, niet bereikt, niet bediend worden, beter gezegd, vandaag, dat heeft alles te maken met die 20% die we in de afgelopen 10 jaar hebben wegbespaard. En daar weigert u nu al, we zijn ondertussen 24 minuten bezig, daar weigert u nu al 24 minuten over te spreken. Dat is eigenlijk de opmerking van de moderator, de benchmark. Dus Europa dwingt ons om nu ook naar de privé te zeggen. Je zegt altijd dat je het kwalitatief beter kunt, dat je het ook op het vlak van de prijszetting ook eigenlijk meer winstgevend kunt, eigenlijk goedkoper kunt. Nu moet ook iedereen zijn kaarten op tafel leggen.
Ik merk alleen maar, we hebben dat hier jarenlang dichtgetimmerd. Opnieuw, eigenlijk gelijk de vroegere NMBS was ook de lijn georganiseerd. Gelijk een ministerie met provinciale directies en dergelijke meer. We zitten op een dieptepunt. En echt waar, in de vorige, het vorige decennium voor de lijn, het kon niet op. Mijn goede collega's van de SPA kwamen daar altijd voor op. Daar kwamen tientallen miljoenen euro's bij. De reizigers zijn niet gevolgd. De dienstverlening is niet gevolgd. Iedereen vandaag ontevreden. Even iets anders, want jullie met allebei, we hebben het allemaal over het management gehad en ik wil het probleem nu niet gaan personaliseren, maar een bedrijf in zo'n turbulente wateren. Ik vang in de wandelgang het een en ander op over Roger Kestelo, tot eenieders tevredenheid, een goede diplomaat, een goede communicator, on speaking terms met iedereen. Anderzijds, is dit wel de juiste kapitein of strateeg om dit bedrijf doorheen die transitie te leiden? Als je zo lang op post bent en het gaat zo slecht met je bedrijf, dan is het antwoord denk ik nee. Dat maar zijn evaluaties duidelijk. Zijn bijvoorbeeld zeer goed. Hè? In die zin zijn niet gecontesteerd. Dat is de grote vraag wie de evaluaties opstelt en hoe die worden opgesteld. Want men evalueert de lijn vandaag op die kostenefficiëntie, op de zelfvoorzienendheid. Hoeveel procent van de prijs wordt gedekt door de tickets? Ja, maar het is heel anders dan bijvoorbeeld... Men kijkt naar die afgeschafte ritten en de toenemende klachten. Heel anders dus dan bij NMBS, hè, waar je de topmannen, directeuren, generaals een stukje ziet komen en gaan als coaches van voetbalploegen bijna, maar is daar ook een probleem? Men schiet vandaag tekort. Allee, men moet dat ook durven benoemen. Ik vind ook dat Roger Kesteloot ook een extra kans verdient. Ik denk dat het nu belangrijk is dat het sociaal klimaat terug eigenlijk rustiger wordt. We mogen ook niet vergeten, we gaan naar syndicale verkiezingen in mei volgend jaar. En vooral de Socialistische Overheidsvakbond, de ACOD, is daar bezig met zieltjes, met stemmen te winnen. Dat bepaalt ook voor een stuk eigenlijk de turbulentie die vandaag eigenlijk op de werkvloer bij de lijn heerst. Aan de andere kant ook het hele verhaal rond organisaties, de chauffeurs vinden. Krappe arbeidsmarkt zijn wel stappen al in de goede richting gezet. Wisselstukken en dergelijke meer. Het moet inderdaad rustig worden. De lijn moet terug inderdaad op een positieve manier in beeld komen. Ik wil daar zelf ook een bijdrage toe leveren. Ook de man daarvoor de tijd geven. Maar laten we zeggen, de klok tikt. Ja, de klok tikt dan althans tot zeker na die sociale verkiezingen. Wanneer trouwens tegen dan die minimale dienstverlening er zou moeten zijn. Om het in voetbaltermen te zeggen, men heeft de Bolognes en men heeft de Mazous. Op een zeker ogenblik moet je terug matchen winnen. Ja, opnieuw matchen winnen. Is ja, dat doen ze in het voetbal met toptransfers, hè? Met centjes. Hè? Of in extra time. Is er nog extra time voor meneer Kesteloot? Voor meneer Kesteloot, dat is niet aan mij om te bepalen. Maar de realiteit is dat meneer Kesteloot, ik zeg het zelfs als we daar een topmanager van boven zitten, de staat waarin dat bedrijf vandaag verkeert, en ik was gisteren op de staking bij de chauffeurs, en ik kan meneer Keulen dat alleen maar aanraden, ik heb dat gisteren gedaan, ik denk niet dat hij vanmorgen naar de piketten is geweest. Ik kan dat alleen maar aanraden om te gaan babbelen met de omstandigheden waar die chauffeurs in werken. Gisteren, ja, u gaf het voorbeeld van iemand die 7 uur aan een stuk moet rijden. Iemand die 7 uur aan een stuk moet rijden. Bijzonder onaangenaam, maar nu voor de man zelf, maar ook gevaarlijk. Nee, dat is ook gevaarlijk. Collega Daase. Dat vind ik inderdaad dat niet kan, al was het maar vanuit de veiligheid, vanuit ook een stuk inslag. Eigenlijk scheren welzijn op het werk. Dus dat is operationeel, dat is echt niet aan de politiek als morgen de minister van Mobiliteit dat moet organiseren. Dan heb je geen directie meer nodig en dan kun je ze meteen allemaal een C4 geven. Dat zijn nu uitdagingen waar het management zijn toegevoegde waarde moet bewijzen, want dat is het minimorum zelfs. Nee, dat is nu net het punt, meneer Keulen. Als jullie in de afgelopen jaren als er 1000 personeelsleden weg zijn gegaan bij de lijn de afgelopen 10 jaar. Dus 800 chauffeurs minder, 550 chauffeurs minder, excuseer, en 200 technici minder. 550 chauffeurs minder en 200 technici en hoeveel minder. Hoeveel gepensioneerd? Maar tuurlijk, maar je ziet dat aankomen. Dat zijn als de mensen grijs haar krijgen, meneer Keulen, dan is het tijd om te voorzien, om ze te vervangen. En door de besparing, meneer Keulen, worden die mensen pas vervangen als ze op pensioen zijn. En dat is het grote probleem. Wel, dus dat is het management. Dat moet je toch voorbereiden. Maar nee, meneer Keulen, dat is niet het management. Dat is het management. Dat moet je toch voorbereiden. Meneer Keulen, dat laat mij uitspreken. Laat mij uitspreken. Ja, het management... Het management opereert binnen een kader waarin zij een bepaald budget hebben. Als zij het budget niet hebben om die mensen te vervangen... Meneer Keulen, laat mij uitspreken. Als zij het budget niet hebben om die mensen te vervangen... Als zij het budget niet hebben om mensen aan te nemen om die te laten meelopen met de mensen die op pensioen gaan, zodat ze met ervaring kunnen starten, dan kunnen zij dat niet doen. Lopen er dingen mis bij het management? Absoluut. Maar zij moeten werken binnen een kader waarin zij geen oplossingen kunnen aanbrengen, meneer Keulen. En steek daar nu... Eindelijk eens de hand maar over hun eigen geen geld gebruikt voor chauffeurs. Laat het niet voor wisselstukken. Krijg het over uw lippen dat die 20% besparingen erin hebben gehakt bij de lijn. Dat die hebben gezorgd voor de explosie dat het geen besparingen van het aantal explosie van de krijg dat over uw hart om dat toe te geven. Dat zou u sieren als politicus, meneer. Ik heb een laatste vraag. Ik kom meteen naar u toe dan, meneer Keulen. Misschien om af te ronden. Een collega vertelt me gisteren of schetst de situatie waar, ik ben nu heel concreet, zijn dochter naar... een school van voorkeur moet in Sint-Niklaas, moet vanuit Beveren.
De bewuste vadercollega zegt, ja, ik kan ze niet naar die school laten gaan, want het enige vervoersmiddel voorhanden is de bus in dit geval. En ik vertrouw de bus niet. Wat moet hij doen? Toch die favoriete school kiezen en vertrouwen op die lijn? Hij moet inderdaad vertrouwen op de lijn. Met dezelfde tijd is dat illustratief, want dat staat los van politiek en van eigenlijk... Ja, dit is een zeer concrete vraag. Dat heeft ook niks met ideologie te maken als de lijn er niet in slaagt om in een stad gelijk Sint-Niklaas, hè, dat is niet een of andere negorij aan het uiteinde van de wereld. Als men daar niet erin slaagt om in het kader van het woon-schoolverkeer eigenlijk op een veilige manier, op een betrouwbare manier, die verbinding te verzekeren, dan verdient de lijn daarvoor een rode kaart. Wat moet de man doen? Toch vertrouwen op de lijn en de favoriete school kiezen en rekenen op de bussen? Kan je erop rekenen? Ik denk af en toe eens langsgaan bij de chauffeur die in staking gaat en zijn hart onder de riem steken. Ik denk dat dat het beste is dat hij kan doen. Want die chauffeurs die vandaag in staking zijn, dat zijn de beste verdedigers van een goede openbare dienstverlening. Echt waar. En meneer Keulen, het woord negorij, ik hoop echt dat we dat niet meer gebruiken in debatten. Dat lijkt ik wil daarmee zeggen, dit is niet het uiteinde van de wereld. Als je zelfs in een centrumstad dat niet kunt, dan faal je compleet. Middelen. Dan ben dan je eigenlijk je niet in staat middelen. Om operationeel leiding te geven. Nee, dan heb je te weinig middelen om diensten te... Meneer Keulen, dit is geen centrumkwestie. We gaan afronden. Je kunt geen bussen laten rijden zonder centen. Meneer Keulen, dat gaat niet. Moeten de chauffeurs achter het stuur zitten of zo? We kunnen de passagiers achter het stuur zitten. Dat gaat niet. Je moet chauffeurs kunnen betalen. En daar de centen voor nodig, hoe dat je draait of keert. Laatste reactie en dan moeten we. Ja, er is geen kwestie van centen, want opnieuw, nergens hoor ik iemand zeggen, we hebben geen geld voor wisselstukken, we hebben geen geld voor chauffeurs. En de berekening wat u maakt, de mensen moeten eigenlijk heel goed luisteren. U rekent vooral minder wat de groei betreft, nee. Maar er komt altijd geld bij. Nee. Het is minder van meer. En dat is inderdaad een heel belangrijke vaststelling. Ja. Heren, dit is helaas de tijd die ons rest in dit tegensprekelijke debat. We hebben het er niet om gedaan. Het is elk in zijn rol, maar zeer benieuwd gaan wij ook verder. Volgen, opvolgen wat er met de lijn gebeurt, wat daarover beslist wordt. Bedankt voor het gesprek, meneer Dazen. En terug naar Centrum Brussel, dan met of zonder het openbaar vervoer. U ook bedankt om dit te volgen. Volgende week is er opnieuw het debat.